Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. In de vorige aflevering hebben we een tutorial gehad bij de Impact Site. Onze schip is geraakt door een meteoriet en zijn er gestrand op dit eiland. Waar we dus zeg maar niet weten hoe en wat, maar we zijn dus 30 parts kwijt. En deze aflevering gaan we naar de Forest of Hope, want we hebben dus zeg maar de engine gevonden waardoor dat we meer kunnen zien van deze werelden. En gaan we dus naar deze region. De Forest of Hope. Nou gaat er heel erg veel gebeuren, dus ik ga proberen zoveel mogelijk uit te leggen, want nou gaat het spel pas echt beginnen. Dag 2, de Forest of Hope. En ik hou van deze muziek. Net in de hoek zagen we daar een 20 pallet liggen in een gele kleur. Niet dat we daar nog iets aan hebben. My dolphin has returned to the surface along with the Pikmin's onion. Being alone on this strange planet makes me somehow uneasy. So I shall call the Pikmin out on the onion. All I need to do is stand underneath the onion and call them. Met A. Dus je kunt er gewoon onder gaan staan. Je zag nou daarboven zag je nou een soort van zonnetje met een tijdlijn. Dat is de tijdlijn die we hebben. Op het moment dat hij dat laatste stipje bereikt, is de dag over. En dan willen we dus zeg maar zorgen dat al onze Pikmin bij ons staan. En tot we dus veilig en wel onze Pikmin zeg maar kunnen roepen tot we geen Pikmin kwijt gaan raken. Want alle Pikmin die je niet bij hebt, maar die dus toch rondlopen in deze wereld, hebben we dus zeg maar een probleem tot we die kwijt en achterlaten. En dan zal zeg maar het planeet hun vermoorden en dat willen wij natuurlijk niet. Dus de Pikmin gaan hier nou eventjes beginnen aan deze muur. Deze muur kunnen ze zeg maar samen kunnen ze omlaag werken. Jij helpt ook heel eventjes mee, kom op. Sweep. En dan kunnen we deze ook heel eventjes plukken. Dan hebben we er al 28 op dit moment. In plaats van de 25 waar we mee begonnen. En zoals je ziet, we hebben net een yellow pallet. Oftewel een gele pallet hebben we opgehaald. En die brengt me één rode Pikmin. Dat komt omdat die zijn eigenlijk bedoeld voor een andere soort Pikmin. Hoe, spoilers! Maar dat komt dus later wel. Dus nou gaan we heel eventjes wachten. En dan ga ik heel eventjes praten over deze stenen muur. Die is van steen. Zoals zeg maar de Pikmin nou bezig zijn met die muur, kunnen ze niet deze muur naar beneden halen. Want dan krijgen ze ook een gigantisch hoofdpijn van. Dus ik weet niet hoe dat ze de muur zo naar beneden halen. Waarschijnlijk met hun blaadjes of zo. Maar dat is dus zeg maar de manier waardoor dat we wegen vrijmaken. En dus zeg maar verder kunnen gaan. En als we hier dus nou naartoe komen gaan, krijgen we geen interruptie? Nee? Oké. Okay. Wat we willen doen is, we willen heel zo'n vijandjes. Dit zijn volgens mij, volgens mij heten ze Balbmin. En ze werken eigenlijk een beetje als een Goomba van de Mario-series. Je wil er één Pikmin opgooien. Pas erop, hè? Je mag ze niet opeten. En als je er één Pikmin opgooit, dan zie je dus zeg maar dat ze gelijk instant neervallen. En dat is heel erg handig. Nou, wat nou heel erg handig is bij Pikmin. Hier zit trouwens een 5 pallet, die wil ik ook even gelijk meenemen. 1, 2, 3, 4, 5. Wat nou dus heel erg handig is bij Pikmin is, als je dus zeg maar, je ziet dus hier die Pikmin liggen. Balbmin, op het moment dat je ze verslagen hebt, kun je ze dus zeg maar naar je onion brengen. En dan krijg je er zelfs ook nog meer Pikmin voor. Dus we gaan zoveel mogelijk Pikmin nou proberen te harvesten. Dat is wel zo makkelijk. Ik heb nog 10 bij me. Dus dan nemen we deze ook gelijk eventjes mee. Huppakee. Jij pakt die even op. Nee, eentje is genoeg, jongens. Kom op. Goed zo. Nou, hebben we er nog 7. Ik probeer het gewoon heel voorzichtig. Daar hebben we nog een ship part, wat al helemaal geweldig is. Kom op. Oké, we hebben ze alle twee. Mooi. Mooi, 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 mooi. Daar ben ik blij mee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, nee, jongens. 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 Jongens, ik heb dit uitgekiend. Dank je. Jij helpt die mee. Kom op. En jij pakt die ene pallet. Goed zo. Nou, dan gaan we gelijk eventjes terug naar onze base. Want daar zijn nou, zoals je dus al ziet, onze Pikmin totaal, die is zo hard aan het groeien. En dat is zeker handig, want hoe meer Pikmin dat we hebben, hoe makkelijker dat het dus is om vijanden te verslaan en ship parts te vinden. Dus wat ik zeker wil gaan doen, ik probeer 2 ship parts in deze aflevering, oftewel in deze dag, voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat ik dat voor elkaar ga krijgen, want ja, we hebben maar 30 dagen. Dus voor de mensen die een beetje denken van, oh jee, alles is time rush, net zoals andere time games en noem maar op. Nee, dat is hier gelukkig niet het geval. 30 dagen is echt meer dan genoeg, aangezien dat je in sommige situaties gewoon 4 ship parts voor elkaar kan krijgen in één single dag. Dus 30 dagen is echt meer dan genoeg. Daar hoef je dus echt je eigen geen zorgen over te maken. Nou, ik wil die 10 pallet, die wil ik zeker hebben. Dus, oh, nou, 12, ik vind het best. En dan pak ik ook heel voorzichtig die ene mee. Hem willen we nog heel eventjes laten slapen.
Niet te dichtbij in de buurt komen. Oh, volgens mij gaat hij hem wakker maken. Nee. Oké, goed zo. Why, it's the Eternal Fuel Dynamo! It has unlimited energy supply. It won't have to worry about saving electricity anymore. This will make my fight for survival a bit easier. Nou, aangezien dat we weer toch zijn, hoeveel 40? Ik heb er geen 40 bij me. Even snel teruglopen. Want ondertussen dat hun bezig zijn, hebben we hier ook nog een paar Pikmin. Dus die neem ik dan maar gelijk heel eventjes mee. Misschien krijgen we 3 parts voor elkaar. Ik weet niet. Ik ga het gewoon proberen, jongens. Ik ga mijn best daarvoor doen. Dus, nou, even kijken. Hebben we hier nog een Pikmin? Geweldig. Nou, 62 hebben we nou in totaal. Dus op zich is de populatie heel erg goed bezig. We hebben er hier 40 voor nodig. Dus even kijken, hoor. Kom maar. 1, 2, 3, 4. Want dan kan ik deze nog heel even gebruiken om deze pallets mee te nemen. Toch wel. Oké. Hoppakee. Jij ook even eentje meenemen. Nou, draag die maar met z'n tweeën. En deze 3 die neem ik heel even mee. Want er is dus een klein secretje wat we al zouden kunnen doen. Weet je wat? Ja, ik wil die brug nog niet eigenlijk gaan doen. Daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Je kunt dus zeg maar je Pikmin, die kun je hier opgooien. En Olimar die kan door water heen lopen. Rode Pikmin kunnen niet tegen water, die verdrinken dan. Dus kijk daarvoor uit. Maar wat we kunnen doen, is we kunnen hier alvast een paar Pikmin opgooien. En die kunnen we dadelijk goed gebruiken. Dus ondertussen dat hun bezig zijn. Heel eventjes hier de Pikmin heel eventjes plukken. We hebben er al 74 zeg. Oh, dat gaat lekker snel. Mooi. Nou, eventjes op A drukken. Oh, wacht. Ik wil nog eerst eventjes iets anders doen. Dat wil ik jullie zeker nog even laten zien. Voordat ik dat ga doen. Dus heel eventjes deze Pikmin heel eventjes plukken. Moet ik heel eventjes die andere 3 ook nog heel even ophalen. Dus... Oké. Ze hebben ondertussen de... part hebben ze ondertussen bij het schip gekregen. Wat handig is. Eternal Fuel Dynamo. This should light things up. No more candles for me. I have now recovered 2 of the 30 parts. If I can just find 3 more, I should be able to increase my ship capabilities. Oftewel, als we dus nog 3 parts vinden, kunnen we weer naar een ander gedeelte van de wereld toe. Dus zo komen we steeds meer bij exploren. Nou, zoals ik al zei, we gaan voor een 100% run. Ik heb al een Pikmin heb ik bij me. Hun die staan hier te wachten. We hebben op dit moment 79 Pikmin. Nou, dat is alleen maar gunstig. Dus laten we ze even allemaal plukken. 77, 78. Ik mis er één. Oh nee, ik heb ze allemaal. Nou, hier heb je gras. En bij dat gras, daar kunnen we iets heel speciaals vinden namelijk. Nou, hoop ik dat we het hier kunnen vinden. Kom op. Kom op. Nee. Dit spel haat mij. Hebben we hier niet nog een... Oké, we hebben hier nog een plukje gras. Gras, dit zeg maar, dat zie je ze dus zeg maar plukken. En daar hebben we het. Dit is nectar. Nectar die zorgt ervoor dat de Pikmin bloemetjes krijgen in plaats van blaadjes. Another intriguing discovery. A local variety of grass produces a sort of yellow nectar. When the Pikmin drink this delicious, they instantly mate you into flowers. This apparently Pikmin favorite. Wat dit inhoudt, eventjes voor de Nederlandse vertaling. Pikmin die bloemen hebben zijn vele malen sterker. Ik geloof dat ze 3 keer sterker zijn als gewoon een leaf Pikmin. Dus je wil zeker al die Pikmin nectar laten drinken. En zoals je dus ziet, we hebben dus nou een behoorlijke... we hebben bloemen Pikmin, we hebben leaf Pikmin. Dus bloemen Pikmin is zeker het beste wat je bij je wil hebben. En wat ik nou wil gaan doen, is al die Pikmin die wil ik hier eventjes op de les gooien. Dus dit kan heel eventjes duren. Dit wordt heel erg veel op A drukken. Dit hoor je... My clock has indicated the coming of noon. From now on, I must pay close attention to the sun meter on my monitor and choose my actions accordingly. So it's best for me to review my monitor's data. Hier wordt de klok dus uitgelegd nog een keer. De zon die laat zien hoe ver dat je is, hoe dichter dat hij bij het einde komt, des te dichterbij is het einde van de dag. En op het einde van de dag wil je dus zorgen dat al je Pikmin bij je zijn en wil je er dus voor zorgen... Dat je geen Pikmin achterlaat. Want op het moment dat de dag voorbij is... stopt het level ook automatisch. En alle Pikmin die je niet bij je hebt en die dus ergens rondlopen... worden beschouwd als een verloren Pikmin. Wat we dus zeker niet willen hebben. Goed. Nou, heb ik al die Pikmin heb ik daar op de ledge gegooid. En wij zelf kunnen hier mooi heel erg handig over deze boomstam lopen. Kom op, Olimar. Ik weet dat je over die boomstam kan lopen. Wil je alsjeblieft? Dank je. Nou, en dan hebben we hierachter, hebben we dus zeg maar nog een part, 2 parts? Oh, dat is een ander gebied, daar willen we nog niet naartoe. Oké, nou, heel erg voorzichtig voorbij die hele grote. Volgens mij is dat een Bulborb, zoals we hebben gezien bij de Super Smash. Nee. Nee, hij is wakker. We zijn een Pikmin kwijt. Oké, gaat hij weer slapen?
Hij moet geslapen. Hij moet geslapen. Oh, crap. Nee, niet aan het gras zitten nou, jongens. We zitten in een hele gevaarlijke situatie nu. Oké, ik weet niet. We zijn er eentje. Zoek je niet nou eens? Oh, ja. In stenen kan ook nectar zitten. Hij moet gaan slapen, verdorie. Oh, boy. We hebben een groot probleem. Gaat hij weer slapen? Nee, hij is gefocust op één Pikmin, volgens mij. Nee, niet vallen. Niet vallen daar. Niet vallen daar. Hoe ga ik dit oplossen? Ik moet nou snel denken. Blijven jullie stil? Volgt hij ons hier? Nee? Oké, waar is hij op gefocust? Ja, ja, het is de Shock Absorber! This apparently counteraction. Heel erg leuk dat we die gevonden hebben, maar we hebben hier een... Oh boy. Staat hier dan een Pikmin of zo? Oh, daar staat de Pikmin. Oké, ik ga jou in veiligheid brengen, mijn makker. Zo, nou kan hij er niet meer bij. Oh boy, nou moet hij mij hebben. Dag! Oké, gaat hij nou slapen of gaat hij nou op de andere Pikmin af? Oké, in één keer. Gaat hij slapen? Gaan slapen? Nee, hij komt op mij af! Hij moet weer gaan slapen voor mij. Als hij nou op die andere Pikmin afgaat, dan hebben we een heel groot probleem. Oké, hij loopt daarheen. Er zit niks. Slaapt hij weer? Slaapt hij weer? Oké. Hoe! Oké. Wat je namelijk wil doen bij die hele grote balp... beest, hè? Je wil... Laat dat gras nou eens met rust, jongens. Serieus. Wat je wil doen, op het moment dat hij slaapt, wil je ze naar hun kont leiden. En dan valt hij hem aan en dan in één keer is het boom. Weg, Pikmin. Oké, dan wil je wel vooruitkijken, want op het moment dat ze dat doen, kunnen ze dus zeg maar vast glitchen onder de Balpmin. En dan wordt het automatisch als een verloren Pikmin beschouwd. Oké, nou dan nemen we gelijk deze ook mee. Gelijk met hele red. Oké, alle Pikmin die zijn ermee bezig? Nee. Sommige blijven achter. Ik wil echt nog eventjes iets voor elkaar krijgen. We hebben in ieder geval twee parts, wat goed is. Maar we zijn dus één Pikmin kwijt. En we hebben er eentje in veiligheid kunnen brengen. En we zijn dus één Pikmin verloren, wat dus heel erg zielig is. Ja, ik hou er niet van om Pikmin kwijt te raken. Oh, die andere die heeft gewoon meegeholpen met graven. Oké, nou, ik weet niet. Volgens mij, daarachter daar hebben we ook nog een paar. Kan ik? Ik wacht heel eventjes tot we ons hele leger hebben. Want die grote Pikmin die kunnen... Of die hele grote Bulbors, die kunnen dus behoorlijk veel Pikmin in één keer... opvreten. En dat willen we niet. Dus, goed, we hebben dus een tweede part gevonden. Dus op zich hebben we de missie vandaag al klaar. Maar ik wil het een en ander nog klaar hebben voordat de dag voorbij is. Shock Absorber, this nifty little device counterattacks the shaking and swaying experiment in the typical space flight thingy. I have now recovered 3 parts. If I can only find... Ja, nog 2 meer. Dat weten we ondertussen wel. Nou, die Baldman die we hebben, die geeft dus ook weer heel erg veel seeds. We hebben er nou 90, maar ja, daar zitten de anderen nog veilig onder de grond. En dan wil ik eerst deze verslaan, voordat we gaan plukken, want we hebben hier nog een muur die we omlaag moeten halen. Dus wat ik wil gaan doen is, ik wil... Bum Rush! Kom op, juist! Geen kwijt? Mooi. Oké, nou eventjes 1, 2... trouwens, nee. Die wil ik nog heel even bewaren. Want we willen hier eerst naartoe. Dus als jullie nou eens heel eventjes dit gaan doen... Snel die muur naar beneden halen, dan ga ik heel eventjes die andere Pikmin heel eventjes roepen. Ik denk dat we in tijdsnood komen, jongens. Dit wordt vervelend. Dan zou dat mij een extra dag gaan kosten. En daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus, kom op. Pluk die hap. Pluk de dag met een dansje. Pluk die dag met een lach. Oké, nou, ik heb nog geen running gag op dit moment, omdat het dus... Oké, nou die muur, door dat geluidje te horen, die muur die is nou naar beneden. Dus dat is alleen maar heel erg gunstig. En dan moeten we dus uit gaan kijken. Die Pikmin, of die Bulbmin daar, die maakt zijn mama wakker op het moment dat hij ons ziet. Dus we willen die heel voorzichtig... Oké, roepen. Maak die niet wakker. Goed zo. Oké, nou heel voorzichtig. En... BUM! Oh, dit gaat fout. Dikke fout. Oh, ja. Oh, kan het nog fouter? We hebben de gele onion gevonden. Dit zorgt voor gele Pikmin. Alleen op dit moment hebben we een heel groot monstertje bij ons. En we zijn al 14 Pikmin kwijtgeraakt. Slaapt hij weer? Komt hij op ons af? Nee! Idioot! Oh, hij komt op ons af. Oh, boy. Hij komt op ons af. Nee! Weet je wat? Ik ga gewoon Pikmin op hem gooien. Val aan! Kom op.
Oh. Dat is niet de strategie die je wil doen. Oké, nou, we hebben hier dus onze gele Pikmin op... we hebben onze rode Pikmin op dit moment. Maar wat ik dus zeg maar nou wil doen, is... ik wil zo snel mogelijk... De tijd is bijna voorbij. Wil ik ervoor zorgen? Oh boy, oh boy, oh boy. Kom op, kom op, kom op. Alles wat in je B staat... Ja, mijn klak is indicating the approach of the sunset Pikmin. Nou weet ik... Weet ik. We hebben tijd nodig. We hebben tijd nodig. We hebben tijd nodig. Oké, alle Pikmin, kom op. Alle Pikmin. Jullie ook. Er zijn er nog twee erachter. Jij staat hier. Alle Pikmin die in B zitten, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Alle Pikmin die in B staan, zul je niet achterlaten, aangezien dat die al standaard bij B staan. Nou wil ik een beetje meer gele Pikmin maken voordat deze dag voorbij is. Dus, oh mijn god, wat zijn we veel Pikmin kwijt. Oké, nou, hopelijk kan ik het een en ander nog doen. Ah. The color is different, but it seems to be a Pikmin nonetheless. First glance suggests this one has what, in search circles, could be considered very large ears. It looks like it may weigh less than others. In what other ways might I be different from the red Pikmin? I'm not sure to observe it closely. It can hold Pikmin for a movement and then press A. Yeah. Zo kan hij dus zeg maar meer, je kunt meerdere Pikmin doen. Maar dat leg ik allemaal uit in de volgende aflevering. Hoe dat met meerdere Pikmin werkt. En oh, we hebben nog maar 10 seconden. We hebben nog maar 10 seconden. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op. Oké, pak hem. Ik vind het jammer dat we die remains van hun niet kunnen gebruiken. Nou, want dat was eigenlijk de planning. Dat ik dus de population groot kon maken. Ja, ik hou de Pikmin nou gewoon bij me. Laat die andere pallet nog maar even liggen. Dat doen we morgen wel. Oh, verdorie nog aan toe. Nee, 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 nee. Als je iets carryt, dan hebben we het probleem dat, dat het spel denkt dat ik je achterlaat. En ik laat niemand achter hier. Kom op. Oh boy. Ik tel de 5. Oh, ik wil geen achterlaten. We zijn er al heel veel kwijtgeraakt in battle. Ik weet niet, jongens. Ik vind het niet leuk. Nee, we zijn er eentje kwijt. Oh nee, 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 nee. Oh Germ, oh. Ah, 2 days since impact. It appears that many of my ship parts have landed in this region. If I can just recover the parts of my radar, I should be able to use my radar screen. How that would improve my chances. Then I only have to press something on my something to locate my parts. Yet, there seems to be many hostile lifeforms here. If I'm attacked and my spacesuit takes damage, I must return to my ship, stand in front of it, and do something to make my suit repair itself. As I explore, I must pay attention to my suit's damage meter in the bottom left corner of the screen. Ja, die cirkel die jullie dus zagen, je kunt je verwond raken en op het moment dat dat rondje leeg is... Dan eindigt de dag automatisch en raak je dus bijna alle Pikmin kwijt die je op dat moment bij je hebt. Zoals we zien, we zijn er 16 kwijtgeraakt in battle. Dat doet eigenlijk best wel pijn voor de tweede dag. En we zijn er 1 hebben we achtergelaten, wat nog pijnlijker is. Want achterlaten, dat vind ik eigenlijk best wel gemeenig. Dus we hebben veel Pikmin gesprout. We hebben toch weer 2 parts gevonden. Dus ik ben sort of tevreden over vandaag de dag. Ben ik niet tevreden over een dag, dan ben ik dus genoodzaakt om het overnieuw te gaan doen. Maar we hebben dus veel voor elkaar gekregen in deze tweede dag. Nou... In dag 3 ga ik dus het een en ander uitleggen over hoe dat het werkt met multiple Pikmin. En hoop ik dat we meer gele Pikmin kunnen krijgen. Want gele Pikmin die hebben dus zeg maar speciale abilities waar ik nog niet op ben gekomen. In verband met de chaos die in deze aflevering is gebeurd. Dus ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. Dan gaan we naar dag 3 en hopelijk vinden we dan weer nieuwe ship parts. En kunnen we nog meer exploren. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot dan! Doei!